Ja, want we zitten hier toch wel heel speciaal. We gaan vanmiddag de Biep / Visit Begijk, het toeristisch informatiepunt, openen. Visit Begijk is eigenlijk ons toeristisch informatiepunt, een nieuwe naam. En die moet natuurlijk dicht bij de toerist zitten. Dus wij dachten, die moet een plek zijn waar de toeristen langskomen en waar ze plots tegenaan fietsen als ze informatie nodig hebben. De naam is Beleef Begijk en de bibliotheek. Mogen dadelijk deze twee heren als eerste naar binnen en dan vragen ze meteen om te zorgen dat wij daarna ook heel goed met onze voeten naar binnen kunnen door even een map neer te leggen waar je mag hem ook nog laten zien van tevoren. En je loopt over Begijk de bibliotheek binnen. Dames naar buiten. De deur gaat dicht. Jullie deur dicht. Dan ligt het bij jou. Je moet aan de bank zitten. Wanneer kunnen de mensen de bibliotheek bezoeken? Van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 5:30. En op zaterdag van 9:30 tot 1:00. En welke boeken zijn hier beschikbaar? Eigenlijk zijn alle boeken beschikbaar van de Bibliotheek De Kempen. Want ze kunnen ook reserveren vanuit ons magazijn. Dus eigenlijk kunnen ze alle boeken aan. En hier hebben we een kleine collectie staan. Waarom zijn jullie samengevoegd met Visit Begijk? Omdat wij denken dat het een hele mooie combinatie zal zijn. En omdat we elkaar kunnen versterken. En dat we, samen iets moois kunnen maken voor de inwoners en de toeristen van Begijk. Waarom zijn jullie eigenlijk verhuisd? Nou, wij zijn verhuisd. Dat heeft toch een historie van een paar jaar. Dat we binnen Begijk waren aan het nadenken over hoe promotie Begijk verder moest gebeuren. En hoe de functie van toeristinformatie in de toekomst, en dan praten we over de 20-30 jaren, zeg maar, zou moeten gebeuren. Daarin krijgen we natuurlijk toch een slag. En die slag die gaat richting, het moet gedigitaliseerd worden. Maar wat vooral belangrijk is, dat het veel meer als informatiepunt ontmoetingspunt moet zijn. Nou, dat betekent van dat wij ook meteen toen gezocht hebben van ja, welke plek in Begijk, hier in het centrum, zou daar geschikt voor zijn. Want één ding is duidelijk, de plek in het Teutenhuis, ruimtelijk en alles wat er was, prima. Maar dat is niet de plek waar een toerist makkelijk informatie zal lopen. Bovendien moet eigenlijk zo'n informatiecentrum, dat moet in de loop zitten. Dat moet in een plek zitten waar mensen automatisch al komen. Of gaan winkelen, of naar het café gaan. Nou, dat betekent dat je dus hier op zo'n markt moet zitten waar mensen makkelijk binnen kunnen lopen. Nu hebben we dat nu nog extra natuurlijk, zo'n loopplek, voor dat de bibliotheek erbij gekomen is. Nou, en dat was waar we eigenlijk in de ontwikkeling de laatste jaren naar op zoek waren. En dat hebben we nu hier kunnen realiseren.